S'nachts hoeveel dingen ons elke dag mee moet samenleven waarvan ons glad niet bewust is nie. Daar is baie krachten en gebeurtenissen wat ons leven drastisch beïnvloeden en ons is hoegenaamd. Ons weet niks daarvan nie. Terwijl ons nou daarvan praat, ga ik eerst zo'n beetje toer. Hier heb ik nou een apparaat, stuk pijp, gewone stuk pijp. Kom eens kijken of hij op is. Ja nee, die kerel is op. Nou ga ik hier onderom een stukje sneerspapier vastmaken. Lekker dun sneerspapier. Zo een laagje, net om hem toe te maken. En hier is mijn rekje. Nou kijk om hier die rekje hier om te krijgen. Dat mijn sneerspapier niet skeer nie. Dat is niet een mans mensenwerk nie. Daar zij. Nou gaan we zo volmaken met zand. Mijn thuisgemaakte trechter. Daar zijn. Zand. Nou let op. Jullie zal zien dat als ik die zand gooi, dan staan die stof. Daar zij. Gewone schoen fijn zand hier. Daar gaat hij. Nog zo'n beetje. Gewoon meer waar staan ons zand. Daar zij, recht. Zoals je kan zien, pas hier die kerel gaan nou mooi op je zandvlak staan. Daar zij. Kom eens pak bakstenen op. 1. Hij staan. 2. 3. 4. Guns keer niet. Staan. Kom eens halen af. Nou ga ik mijn eigen leven waag. Met grootste gemak. Net om te maken dat jullie nou kan zien dat het die waarheid is. Kom. Ups. Veilig. Kom, ons haal weer een beetje die stukje sneerspapier af en dan kijk ons wat gebeurt. Schoen, leeg, geen zand meer. Nou kan ons ons met recht afvragen, hoe is het nou moeilijk dat zo'n klomp bakstenen of zelfs mijn eigen gewicht, die zo'n dun stukje sneerspapier vastgehouden kan worden. Die verklaring is eenvoudig. Die stukjes sneerspapier, zijn functie is net om één ding te doen, om die beetje zand wat nu hieronder zit, om die beetje zand net daar vast te houden. Die rest van die zand klauw binnen in die pijp vast aan elkaar, maar ook aan die kanten van die pijp. Tussen die zand zelf en die wanden van die pijp is dan nou een baie groot en sterk kracht, wat ons wrijving noemt. En daar die wrijving tussen die stukjes zand zelf en tussen die zandkorreltjes en die pijp. Dat is daar die kracht wat mijn gewicht en die gewicht van die bakstenen met gemak kon vasthouden. Zonder dat die sneerspapiertje breek. En nou gaan jullie van mij zeggen, maar is dit nou rechtig zo? Jullie kan zelf bij die huis experiment gaan doen. Neem nou een glaspijp en dan maak je hem vol met water. En hou hem net ondertoe. Verwijder je vinger, wat gebeurt? Die hele klomp water loopt uit. Van boer af ondertoe. Maak hem daarna vol met zand en kijk weer. Dan zullen jullie zien dat die zand begint van onderaf uitloopt. En die boonste seintjes wordt voortdurend vastgehouden door daar diezelfde wrijvingskracht. En hulle loopt eerst weg die dag als al die onderste seintjes uitgelopen het. Wrijving. Dit is die kracht wat mijn gewicht en die bakstenen zijn gewicht vasthoudt. Die wrijving is een merkwaardige kracht. Als die baksteen doodstil lê, nou is daar wrijving tussen die baksteen en die tafel. Als die wrijving doet, als die baksteen doodstil lê, is daar ook geen wrijving nie. Maar laat ik nu net hier die baksteen probeer beweeg, dan is die wrijving daar. Wat is wrijving nou werkelijk? Kom eens neem zo'n eenvoudige, mooi gladde stukje staal plaats, zoals hier die. Zoals jullie kan zien, is baie mooi glad. Om de oppervlakte goed te bekijken, plaatsen ze hem onder een microscoop. Eerst vergroot ons om zo'n beetje. Daar zij. En als je mensen nou mooi vergroot het, dan kan je zien dat die oppervlakte lijkt eindelijk maar zo'n een rasper. Maar vergroot ons om nou meer. Daar zij. Dan lijkt die oppervlakte, ja, dat lijkt zo'n klipperige karoerlandschap zou ik zeggen.
Wat de mensen nou zien op hier die staalplaatje. Dat is wat in werkelijkheid bij enige oppervlakte plaatsvindt. Ook hier die oud blokkie. Die oppervlakte, oenschijnlijk glad, is in werkelijkheid vol rovigheden en punten en knopjes en dingetjes wat uitstaan. In werkelijkheid is enige oppervlakte, als we ze onder een microscoop zo bekijken, precies net hier die stukje schuurpapier. En als ik nu twee oppervlaktes tegen elkaar vastdruk, dan is het zoals twee stukjes schuurpapier wat over elkaar glijdt. En dat is waar die wrijving vandaan komt. Hoe groot is die wrijving nou? Die wrijving wordt bepaald door hoe grof hier die papieren is en hoe kwaai ik hulle op elkaar vastdruk. Hoe meer ik druk, hoe meer wrijving. Wrijving is dus tussen enige twee oppervlaktes. Neem bijvoorbeeld hier die stuk baksteen. Ik wil hier die baksteen nou oor hier die oppervlakte een beetje heen en weer stoot en dan kijk ons wat gebeurt. En daarvoor heb ik ruimte nodig. Plaats die baksteen op hier die oppervlakte en dan hak ons hier die trekskaal daar oor. Zo, recht, dan kan ons soms zien wat ons doen. Als ik nu hier die trekskaal trek, dan kan hij daar zien, daar is zo'n 1200 wat u daar leest, niet waar niet. Wat is hier die lezing? Hier die lezing is die wrijving wat daar tussen hier die baksteen en hier die oppervlakte is. Kijk, die gewicht van die baksteen werkt ons afwaarts, niet waar niet. Dus al wat ik hier nu lees, is die kracht wat ik moet uitoefenen om hier die baksteen oor hier die plank te laten glijden. Maak ik nou die gewicht groter? Dan kan ons weer kijken en wat zal u zien? Nu is hier die kracht nog groter. Die wrijving werkt dus tegen die richting van die beweging waarin ik werk. Als ik hem nou zo trek, dan werkt die wrijving in hier die richting. Zie je? Ik trek hier naartoe, die wrijving werkt dus in die tegenovergestelde richting. Ons kan het op een andere manier ook baie duidelijk zien. Kom, ons zet die baksteen weer hier. Ik begin die plank oplig, schijns. En dan kan ik hem oplig en oplig en oplig. Die baksteen wil namens val als ik hem oplig, niet waar niet. Wat hou hem hier? Die wrijving tussen die baksteen en die oppervlakte. En ik hou en ik hou. Daar gaan hij. Onthoud nu die hoek. Kom, ons herhaal het gauw. Onthoud nu die hoek waar hij begint glijden. Daar zijn. Verander ik nu die oppervlakte wat met elkaar in aanraking is, die hier die stuk gladde papier tussenin te zetten. Kom eens kijken wat gebeurt dan. En daar begin ik glijden in een baie kleiner hoek. Dus nu is het duidelijk. Die wrijving wat hier plaatsvindt is afhankelijk van die gewicht van hier die voorwerp. In het algemeen kan ons zeggen dat massa wat met een gewicht in door een trekkracht T over een andere oppervlakte getrekt wordt, die wrijving F, wat die beweging T staan, evenredig is aan die gewicht van die voorwerp. Ons kan ook zeggen dat dit een constante breukdeel van die gewicht is. Die constante se waarde hangt af van die type oppervlaktes wat over elkaar schuift. Voor een baksteen wat over hout schuift, is die waarde zo ongeveer een half. Goed, maar nou, laat ons daarom nou niet allemaal van ons bakstenen tegen planken afglijden, niet waar niet? Precies diezelfde effect heeft ons met die leer. Ik wil die leer hier voor mij opstel, zo. Dan al wat mij nou van uit die hospitaal gaan red, is wrijven. En ons kan het makkelijk aantoen, zoals volg. Die reden dat die leer hier zo staan, is daarom te weten dat die leer zelf, als gevolg van zijn gewicht, wil hier naartoe glijden, niet waar niet? Die wrijving nou, daar het oor, hou hem dus vast in hierdie richting. Die wrijving trekt dus die leer in hierdie richting en verhoed dat hij hier naartoe glijdt. Precies diezelfde gebeurt boer bij die leer. Zo een keer opklim. Die leer wil hier afglijden. Wat maakt die wrijving? Die wrijving hou hem, werkt dus boer toe en houdt die leer zo toe vast. Wie van jullie heeft al geprobeerd om een bokspringende paard of een beest vast te houden en uitgevonden hoe een geweldige werk dit is? Maar die kerels wat weet hoe om die soort van werkje te doen. Al wat hulle doen is, hulle slaan die touw één slag om die boom.
En dan wordt die grootkracht van die beest en van die paard wordt dan vastgehouden tussen die wrijving en die touw om die boom. Maar is het werkelijk zo? Kom eens doen een experiment om het te bewijzen. Kom eens nemen die trekschaaltje en twee gewichten, beide zo van zo'n kilogram. Hang ik hulle nou aan die trekschaal, dan kan ons kijken wat die lezing is. Dan zien we ons recht, 200, 2 kilogram. Door die touwtje nou om hier die balk vast te maken, krijg je diezelfde soort van opstelling als wat ons het met die touw daar bij die beest, nee, om die boom onthou. Hier is mijn touwtje met die gewichten eerst hier afhaal. Hier is die touwtje. Zet hem om die balk, zo. Zang ons gewichten daaraan. 1. En kom eens kijken wat is die lezing nou. En dan is hij zo. Zo ongeveer 800. Waar is die rest in? Die rest van die kracht wordt nu door die wrijving voltooid. Die wrijving tussen die touw en die balkie. Hierdie effect wordt op zijn beste in ons havens toegepast om schepen nader te slepen aan die kai. Die kerel gooit die touw daar oor en dan plaas je hem om wat ons noemen windas. Dat is een ronde drom wat zo in die ronde draait. Zolang als wat je niet die touw stijf trekt, nie, glij je oor die drom. Maar zodra je stijf trekt, dan klauw die touw om die drom vast en dan trek je die skip nader. Maar precies diezelfde gebeurt met ons, met die ijskaatser. Hier heet ons nou een skaats. Daar is een prachtige dun glijoppervlakte wat op die ijs rust. En als die skaatser nou glij, al wat gebeurt is dat die drukking tussen hier die skaats en die ijsoppervlakte zorgt dat een biekje van die ijs smelt. En als die ijs smelt, dan werkt het zoals een biekje olie tussen die skaats. En dan glij prachtig over die oppervlakte, zoals dat jong dametje daar doen. En als die dametje nou tot stilstand wil komen, van een hoge spoed, speel ze net eenvoudig met die wrijving. Ze plaatst net haar voet dwars en dan skuur ze tot stilstand. Tot zover heeft ons maar net gepraat van skuurwrijving en glijwrijving en dies meer. Dat was voor oeropa Grootjie ook een geweldige probleem, hier die skuurwrijving. So daar is hij bezig om voor oeroma Grootjie nader te sleep oor die grond. Nou is daar wrijving tussen oeroma Grootjie en die grond en daar is wrijving tussen oeropa en oeroma. Nou, om die wrijving tussen die twee oerfamilie van ons, zo iets wat te verminder, het hulle gaan sit en die wiel uitgevind. En ek is daarvan oortuig dat het vrouwmense is wat die wiel uitgevind het. Maar zelfs met die uitvinding van die wiel saam, is die wrijving nog niet heeltemal uitgeskakeld nie. Wat gebeurt nou werkelijk als een wiel draai? Dat kan ons die beste aantoon aan die hand van een paar velcro-stroken. Hier het ons twee van hulle. Die velcro-stroken is merkwaardige materiaal. Dat klauw aan mekaar soos een boetoebosje aan een wolkous. Kom eens kijk. Daar druk ik op mekaar vast. En nu kan ik hulle maar proberen los te trekken soos wat ik wil. Daar is geen beweging. Ik kan precies hetzelfde doen met die wiel. Zoals je kan zien, daar zit mijn velcro-stroken hier recht om die wiel. Als ik hier die wiel nou neem en ik plaats hem boer op hier die kerel. Dan, merkwaardig genoeg, hij rol wel daarover. Maar van glij, geen sprake niet. Wat gebeurt nou in werkelijkheid? Wat hier precies gebeurt, en dan moet je mooi kijken. Die wiel schuurt nou glad niet over die oppervlakte niet. Hij rol over die oppervlakte. En die voertrap hij vast. En achter skuur hy in werkelijkheid maar net die hakkies, die klein microscopische hakkies, skuur hy maar net van elkaar af los. In ons moderne tijd is die rollaar eindelijk die wiel in sy volmaakste vorm. Wat hier moet gebeuren is dat hier die twee oppervlaktes moet oor mekaar beweeg. Om dit te kan bewerken, is daar heen gegaan en een laag van hierdie rollers tussen die een oppervlak
en die andere oppervlak een geplaas. En in plaats van dat hier die oppervlak tegen daar die oppervlak glijdt, gebeurt het nou in werkelijkheid dat die één oppervlak door middel van die rolletjes over die andere oppervlak rol. Dus in werkelijkheid precies diezelfde proces wat die Egyptenaars al 4000 jaar geleden gedoen het. Toen hulle die groot rotsblokken wou skuiven, het hulle gebruik gemaakt van stompe hout. En dit is voor die rotsblok geplaatst en die rotsblok het nou zo al oor die stompe gesleep. En dan het hulle maar die achter die stomp weer opgeteld en voor en geplaatst en zo is dat voortgegaan. Door zo een laar te gebruik kan ons die wrijving verminder tot 1000ste van wanneer hier die twee oppervlakte direct oor mekaar zou skuur. Wat gebeurt als ik wil loop? Ik wil voor en toe bewegen. En om voor en toe te bewegen, moet mijn voeten toch zekerlijk op de grond kan vastkop. En als je mij eens moeilijk naar die ding kijk, ik beweeg voor en toe. En dan mijn voet skop achter toe vast. Niet waar niet? Die beste voorbeeld daarvan krijg je gewoon met die rolskaats. Als je nou in die avond opgestaan hebt en je boete naar die rolskaats en die gang laat staan, wat gebeurt nou? Ik trap mijn voet daarop en ik wil voor en toe gaan en daar gaan ik. Hier rolskaats doen precies wat met mijn voet gebeurt. Hier is mijn voet op de grond. Ik wil achter toe bewegen. Vastkop. Die wrijving op mijn voet werkt dus voor en toe. Dat is die richting waarin die wrijving werkt. Als gevolg van die wrijving wat zoen toe werkt, skop mijn voet vast en kan ik voor en toe bewegen. En wie ze gebeurt precies diezelfde bij die achterwiel van een motorkar. Die engine draait die wiel voor en toe. En om die motor te kunnen laten voor en toe bewegen, moet die band op die pad vasttrap. Om dit te kunnen doen, moet die wrijving tussen die band in die pad voor en toe werken. Op die wijze skopt die band op die pad vast en die motor beweegt voor en toe. Als het nou rem, heeft ons precies diezelfde story, net in die omgekeerde richting. Skop ik die remmen van die motor vast, dan komt die wiel tot stilstand en begint die wiel over die pad glij. En in plaats daarvan dat die wrijving nou voor en toe werkt, spring hij blitsvinnig om die oomblik als die wiel vastkopt, spring hij om terug en die wrijving werkt nou achter toe, tussen die stilstaande band en die pad. En die motor glij fysisch tot stilstand. Maar om die werking van remmen nader te bekijken, kom eens gaan kijken beetje naar die fiets. Hier die fietswiel heeft ons basis die remmen mooi op en duidelijk zichtbaar. Die wiel draait voor en toe. En als ik die wiel nu tot stilstand wil brengen, trek ik net hier die remblokjes vast in die velling van die wiel. En ik heb wrijving tussen die remblokjes en die wiel komt tot stilstand. Hier die methode van rem, met hier die soort remblokjes, wordt herhaald in motorfietsen en in motorkarren. En in plaats van eenvoudige rubber remblokjes gebruiken we ons baie meer gesofisticeerde remblokjes, wat zo lijkt. Dit is een remblokje wat uit de motorkar uitkomt. En hier die oppervlakte, hier die materiaal van die remblokje, is zo gemaakt dat het maximum wrijving tussen die wiel of die remdrom en die remblokjes zelf verzekert. Zo een type schijfrem heeft ons op die motorfiets. Dit is die remschijf, wat die velling van mijn fiets daar aan de kant vervangt. Hier binnenin zit die remblokjes. Trek die motorfietsrijder nou die rem vast, dan skop hier die blokjes wat hier binnenin zit, tegen aan hier die schijf vast. Die wiel komt tot stilstand en die motorfiets glijdt fysisch tot stilstand. En als we nou daarover nadenken, dat zo'n klein remblokje, zoals wat ik nu net in mijn hand gehad heb, dat zo'n klein remblokjes en zulke eenvoudige schijven gebruikt wordt om niet het motorfietsen niet, maar ook zwaar motors en die geweldige groot vrachtmotors op ons paaien tot stilstand te brengen. Dan heeft onze idee van die grootte en die geweld wat daar in die krachtwrijving opgesluit ligt. Thank you.